Om de twee jaar is Kortrijk Expo de verzamelplaats voor nationale en internationale designers. Want daar vindt in oktober de biennale interieur plaats. De 40.000 vierkante meter van de expohallen is dan bijna twee weken lang gevuld met gevestigd en beginnend talent. Centraal bij deze editie staat vernieuwing en dan gaat het niet alleen om de standhouders, maar ook om tal van nevenmanifestaties, zoals debatten over design. Tijdens interieur worden ook heel wat ontwerpers apart in de kijker geplaatst. Weekend Knak, Weekend Leviv en Stichting Interieur bijvoorbeeld huldigen de Antwerpse designer Stefan Schöning. Ze hebben hem verkozen tot Designer of the Year. Ik denk zo'n prijs als Designer van het Jaar biedt een Belgisch ontwerper toch een groot forum. En vandaar dat wij samen met de Stichting Interieur trouwens die prijs in het leven geroepen hebben. We hebben gezocht naar iemand ook die een volledig tracé maakt van een product. Dat betekent iemand die ook bezig is met nieuwe materialen, die innovaties kan registreren, die dit kan verwerken in nieuwe producten, die ook iets afweet van productietechnologie. En ik denk dat Stefan Schöning werkelijk een van de weinigen is voor het ogenblik en ook de nieuwe generatie van de echte ras-echte productontwikkelaar in Vlaanderen. De ontwerper krijgt niet alleen het certificaat van Designer of the Year. Stichting Kunstboek uit Oostkamp heeft ook een boek uitgegeven met enkele ontwerpen van Stefan Schöning. De Antwerpenaar is opgetogen met alle aandacht. Mensen komen spontaan feliciteren. En er is ook een boek dat daarmee gepaard is gegaan. Dus de lancering van een boek met werk. En dat, doet toch wel, dat is toch wel een mooie portfolio die je dan kunt afgeven aan bedrijven die eventueel met mij in zee willen gaan. En voor de Designer of the Year is ook een ereplaats voorbehouden op de beurs. Ik denk dat dit wel het ideaal platform is om iemand een kleine push naar de internationaliteit te geven. Ik kan dat heel concreet vertellen aan de hand van het verkeerslicht dat hier staat. We hebben daar eigenlijk mee het prototype kunnen presenteren op deze beurs. En dat is eigenlijk dankzij deze beurs. Want dat heeft eigenlijk dat is een trigger geweest om dat prototype daar toch tegen een bepaalde datum te krijgen. Dus in dat opzicht is het heel belangrijk. Bovendien zijn er hier een aantal prototypes te zien van producten die ook hier als eerste keer getoond worden. Naast het nieuwe verkeerslicht voor de Vlaamse overheid heeft Schöning ook de nieuwe stijl van de NMBS bedacht en waagt hij zich binnenkort ook samen met een bevriend architect aan architecturale projecten. Meestal is het andersom. Het zijn dikwijls architecten die aan design doen en ik wil eigenlijk het eens omgekeerd proberen. Maar ik denk niet dat er een groot verschil is. Het is een schaal die anders is. En er zijn wel verschillen hoor, maar dat is, ik bedoel, algemeen bekeken denk ik dat het is design ook. Hè.